Simon, goedemorgen. Je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Hendrik-Ido-Ambacht. Ja, toeval bestaat niet, Simon, maar wij zijn sinds vandaag geconnect met elkaar op LinkedIn. En dat heeft te maken, jouw profiel kwam links en rechts en jouw posts kwamen links en rechts bij mij op de tijdlijn voorbij. Ik denk, hey, met deze man ga ik een connectie maken. Ik ga me dus wat meer verdiepen wat hij doet. Dat heb ik ook gedaan via je website, je profiel. Het ziet er allemaal heel goed en professioneel uit. En mag ik uitleggen waarom ik de moeite heb genomen om met jou in contact te komen, Simon? Mag ik uitleggen waarvoor ik je bel? Simon, mijn bedrijf Winstgarantie is gespecialiseerd in het werven van nieuwe klanten en het verhogen van verkoopresultaten voor diverse bedrijven en ondernemers op no-queue, no-pay basis. En mijn vraag aan jou is, als ik jou een manier kan laten zien hoe jij nieuwe cliënten, klanten, opdrachtgevers aan kunt trekken dankzij referenties van andere ondernemers, zou je daar dan 15 minuten van je tijd voor over hebben om hier serieus naar te kijken? Geloof jij in meer? Ben jij open-minded om meer te doen op dit moment? Kun je dat aan? Ah, jij doet goede zaken. Daar was ik al bang voor. Ja. Jij bent helemaal goed voorzien, Simon. Nee, dan hebben wij op dit moment geen match met elkaar. En dat is helemaal niet erg. Dat kan gebeuren. Ik wil je sowieso bedanken voor jouw tijd. Leuk om met elkaar geconnect te zijn. En wie weet, in de toekomst kunnen we wat voor elkaar betekenen. Zullen we dat afspreken? Goeie zaken, Simon. Groetjes. Hoi, hoi.